Welkom bij Geloof en een Hoop Liefde. Deze hele week vanuit de levendige stad in de provincie Utrecht, Woerden. We schrijven woensdag 4 februari 2015. Zo, je hebt hier gewoon twee echt enorme orgels staan. Ja, twee orgeltjes. En deze heb jij gemaakt dan? Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb zelf een ontwerp gemaakt. Ik heb een hele pijpenfront uitgewerkt. En hij doet het dus ook gewoon? En hij werkt. Kijk, dat is de binnenboel. Prachtig. En dat heb ik dan zelf gemaakt, de pijpen. En dat is de kick. Ja. Eigenlijk de beleving. Je hebt van hout en metaal en schapenleer voor de balgen en al die andere bladgoud. Heb je iets gemaakt? En er komt dan zo'n geluid uit. Ja. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? 968 uur, geloof ik. Dat heb ik wel bijgehouden. Dat heb je bijgehouden? Ja, hoe lang niet je van mijn cockpit. Dat lukte niet, maar deze wel. Ja. 968? 968, geloof ik, ja. 968 uur. Ja. Maar dat moet dan ook in de tijd zijn geweest, al dat je ziek was. Nou, ik ben ermee begonnen toen ik nog niks mankeerde. En toen had ik de kast klaar. Ja, en toen werd ik ziek. Ik heb hier eentje liggen, een proefpijpje. Kijk, dat is allemaal heel fijn soldeerwerk. Toen zat ik met die soldeerbout. Dus ik ben ermee gestopt. Omdat je te ziek werd ik van de chemo's? Ziek, ja, ja. De buitenboel had ik al klaar. Daar zat ik 2003 op. Nou, dat is het jaar waarin ik die kanker kreeg. En toen wilde ik nog een naam verzinnen voor het orgel. Nou, wat is het geworden? Mooie kan het niet wezen. Cantate Domino, Zing voor de Heer. Zing voor de Heer? Zing voor de Heer. Ja, waarom? Dat is de opdracht die ik aan mijn orgelpijp heb meegegeven. Een kleinste pijpje. Die is maar zo groot. En daar kun je dan mee spelen. Als ik die erbij zet, dan komen die hoge toontjes erbij. Ja. Als je nu terugdenkt, wat is voor jou echt een heftig punt geweest? Wat ik heel erg vond. Ik stond onder de douche. En toen viel mijn haar naar beneden. Zo. Dat was. Ja, zo'n moment die je zegt van ja, dat was heel erg. Die afbraak van je lichaam. Ja. Ja. En wat ik dan ook toch bijzonder vind, dat zegt ook iets over hoe je in het leven staat. Dat je dan dus. Uiteindelijk komt hij toch af. En dan zet je er dit boven. Ja. Voor God. Je had ook al lang af kunnen haken, hè? Je had ook boven kunnen staan. Waarom God? Of zo, met een vraagteken. Nee, het is goed dat je erover begint. We hebben natuurlijk in al die tijd dat we zijn bezig aan de toppen zijn, wat dat betreft, hebben we ontzettende goede momenten ook gekregen. Maar ik heb nooit afgevraagd waarom. Nee? Nee. Ik heb beter vragen waarom niet. Ja. Waarom? Wat is nou waarom? Als je vertrouwt in God en dan denk je, nou, het komt best wel goed. Hoe dan ook. Maar dat heb je gedacht? Dat hoeft niet mijn plan te zijn. Dat komt dan bij hem. Maar al die jaren sinds 2003 heb je dat gevoel wel gehad, het komt wel goed? Ja, anders sta ik hier toch niet. Was ik weg geweest. Ik heb het wel eens teruggedacht. Denk van, schat van een vrouw, 3 lieve kinderen. 32 artsen die voor me in de weer zijn. En dan moet ik nog eens zitten zeuren van, joh, mag ik nog een beetje meer? Ja. Ja, dat werkt niet. Dus jij bent en positief en je blijft dus gewoon doorgaan? Ja. Ik leg me er niet meer neer, maar ik trek mijn eigen plan.